Breda Nu. Je weet het meteen. Een viertal ritjas werden door wethouder Mirjam Haag in gebruik genomen. De ritjas gaan als proef in Breda rondrijden om bijzondere ontmoetingen te faciliteren tussen mensen en diverse achtergronden. Denk aan ontmoetingen tussen jong en oud, naar een voorbeeld van Cycling Without Age. Of bijvoorbeeld een fietstocht van een nieuwkomer met een geboren Bredanaar. Of een inwoner met een fysieke handicap en een inwoner met een mentale handicap. Hoe mooi kan het zijn als je samen met je vader of je moeder of opa of oma, of gewoon met iemand vanuit een verzorgingsstelling die buiten, die nauwelijks meer buiten komt, dat je samen weer eens door die stad mag rijden. En dat is eigenlijk de gedachte geweest om er gewoon maar in Breda mee te beginnen. Om eens wat nieuwe verbindingen te leggen. Om ook studenten van Avans, die onze professionals in zorg, welzijn, misschien fysiotherapie, whatever, het maakt mij niet uit. Onze professionals van de toekomst, om die met de Bredanaars die zoveel weten over onze stad ook eens samen te laten rijden. De vrijwilligers. We hebben een heleboel vrijwilligers in Breda. 1 op de 3 Bredanaars doet vrijwilligerswerk. Nou, die misschien zeggen 1 op de 3? 1 op de 3, veel hè? Ja, dat is echt geweldig. Daar ben ik ook ontzettend blij mee. Toch? Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, ik wil ook wel wat doen. Maar ik wil ook een beetje zelf in beweging zijn. Mensen die zelf 60 uur per week achter hun bureau zitten. Nou, laat die maar lekker fietsen met andere mensen. En zo zoeken we naar de mooie verbindingen. Misschien ook wel met nieuwe Bredanaars die de stad nog helemaal niet kennen. Maar die nu ook, nieuwe Bredanaars bedoel ik ook bijvoorbeeld onze statushouders, asielzoekers. Die met de single loop de mooiste tijden lopen. Nou, die willen ook best leren fietsen. En die willen ook van onze oudere Bredanaars best wel horen wat de mooie plekjes in onze stad zijn. Nou. Dus zo hebben we eigenlijk stiekem de stoute schoenen aangetrokken en zijn we gewoon begonnen. Oh, dat is wel leuk! Ja. Grappig, hè? Ja, dat is makkelijk, toch? Breda Nu. Je weet het meteen.